zijn op het vliegveld van Seoul en we gaan nu vertrekken naar Peking. Alle spullen zijn goed ingecheckt. Dus nou gaat de laatste etappe beginnen. Jongen, dan gaan we weer, nog maar een tweede keer. Hoe meer op bij de tas, dan zo ik redden neer. Van Noord tot Zuid en het land gezien. Bye, thank you. Het is 31 graden. Wat denk je als die airco uitkomt? Nou, we zijn aangekomen. We hebben net een speciaal stempel, een stickertje gehad. Deze. En nou kunnen we dus het dorp binnen. Dit is Nederlands doofste, grootste, hoorbaar verdoven. Mijn visie is al lang niet meer verstoorbaar gelomen. Rappers kunnen kraken, dit zijn de kaskrakers, de afmakers, snapmakers, de hardpraters. We zijn nu op weg naar het Olympisch dorp. En zoals je ziet, heel de weg is gewoon zowat afgezet. Zodat de bus goed door kan rijden. Echt overal waar je kijkt, zie je Olympische afbeeldingen, posters, spandoeken, van alles. Zijn er. Nou, we zijn net aangekomen bij ons gebouw. Ingang 2. Nou, we zijn in onze kamer. We hebben hier onze tas even neergezet. En nou gaan we even eten. Het is stik van honger. Dit is de opening hiernaast het gesloten. En als versleten schoenen, maar die shit is afgelopen. Niks wat het overtreft, niks in het dopen. Niks meer dezelfde kwaliteit goedkoper. We zijn hier aangekomen in de schermhal. Na een dik uur rondlopen, dat is echt moeilijk te vinden. En dit is de traininghal, dus niet de wedstrijdhal. En hier gaan we zo meteen even een beetje trainen. Dit is de nieuwe generatie. Nieuwe tijd, nieuwe dag, nieuwe rond.